Hallo kinderen, goedemiddag. Ik ben René, dat weten jullie. Ik ga even iets vertellen over Pesach. Pesach is het feest wat er nu aankomt. We noemen het ook Chag HaAviv, Chag HaMatzot. Maar het allerleukste voor jullie zijn de 10 plagen. En die heb ik hier op mijn vingers gezet. En daar gaan we even naar kijken. De eerste is dam, bloed. Sephardea, de kikkers. Dan krijgen we hier de kinim. Dat zijn de kleine diertjes, luizen en vlooien. Dan hebben we de arove, de wilde dieren. Ik kan het duidelijk zien. Het is een tijger. En hier hebben we dewer. Alle koetjes, schaapjes, geitjes werden allemaal ziek. Nu komt mijn tweede hand. Want iedere hand heeft 5 vingers. Dat weten jullie. Tweede hand, daar komt hij. Dan gaan we eerst even kijken. We hadden net Shechin, huiduitslag. Ik zie duidelijk lelijke pukkels. Barad, hagel. Oh, wat een gekke man. Het is hagelstenen met ijs en vuur. Arbe. Arbe, dat is de sprinkhanenplaag. Dat was ook al niet leuk. Dan gaan we naar een andere plaag. Dat is alweer de 9e plaag. En dat is Goshech. Goshech, alles was donker. Heel erg donker. Niemand kon meer iets zien. Dat was een hele nare plaag. En dan Makat Begorot. Dat waren de eerstgeborenen van Egypte. Die hebben het niet gered. Hier zie je er een. Die ligt op zijn bedje. Heel jammer. Dat zijn de 10 plagen van Egypte geweest. En toen ging het Joodse volk uit Egypte met de bedoeling dat ze naar Eretz Israël zouden gaan. Maar dan gingen ze eerst nog even door de woestijn. En daar vertellen we op de zijde ook een heleboel over. We hebben ook een verhaaltje en dat gaat dan weer over de matzot. Matzot, weten jullie wat het zijn? Dat zijn platte broden. Die niet gerezen zijn. We hebben er 3. Koheen, Levi en Israël. En die liggen op de zijdeschotel. Je kunt ze er ook onder leggen, je kunt ze ernaast leggen. Alles is mogelijk. Probeer te onthouden. Koheen, Levi, Israël. Oh, en het laatste wat ik jullie vandaag vertel, maar ik kom heus nog wel terug bij jullie, is de zijdeschotel. Oh, wat leuk. Wat ligt daar allemaal op? Betza? Een eitje? Ja hoor. Karpas? De groente? Ja, ik zie ook nog garoset. Garoset, wat is dat dan? Nou, dat is een mengseltje van rozijnen, appel, suiker en wijn. En hier hebben wij zroa. Het Pesachbeentje. En natuurlijk ma. Roar. Maroar. Heel bitter. Lust jullie niet. Moeten we wel een beetje van eten. Omdat we het in Egypte heel naar en bitter hadden. Dan hebben we ook nog meemellag. Waar we de groenten in gaan dopen. Wat leuk hè. Dit is van suède. Van stof. Maar een echte zijdeschotel ziet er heel anders uit. En die ga ik jullie volgende keer vertellen. Hoe hij eruit ziet. Laat ik jullie dan ook zien. Bijna is het Shabbat over een aantal uren. Vandaag wens ik jullie Shabbat Shalom. Een hele fijne Shabbat en ik hoop dat het lekker weer is dat jullie even naar buiten kunnen. Dag allemaal!